mensen die plezier hebben in hun werk, die zichzelf alle dagen kunnen geven in hun werk, ja, dan moet je niet zitten aantrekken en sleuren, dan moet je niet zitten controleren of dat de afspraken die gemaakt zijn effectief wel uitgevoerd worden. Die mensen die doen niet alleen wat je vraagt, die doen spontaan meer. Ja, dat is hetgeen dat ondernemingen erbij te winnen hebben. Ik ben Rita Raats, architect voor geëngageerde medewerkers. Ik heb een missie. Ik wil voor zoveel mogelijk mensen het leven op het werk zinvol en plezierig maken. Ik ben in het bedrijfsleven terechtgekomen, een beetje per toeval. Ik heb 25 jaar binnen HR gewerkt. En dus ervaring aan twee kanten van de tafel, zowel aan de bedrijfskant als aan de kant van de adviseur, de coach. Ik heb sinds 10 jaar mijn eigen onderneming. Dus ik ben dat in bedrijfsleven heb ik dat altijd gedaan, vanuit die HR-kant van ja, maar hoe gaan we hier om met die menselijke kanten? Hoe gaan we zorgen dat mensen terwijl ze werken toch ook zinvol kunnen bezig zijn? Ja, en nu kan ik dat nog meer vanuit mijn eigen onderneming, omdat ik nog veel sterker mijn eigen visie daarin kan plaatsen. Dat vind ik belangrijk. Wat kan je zelf als werknemer doen om het plezier in je werk te verhogen en meer engagement te vertonen? Zorgen dat je in de juiste job zit. Dat betekent dat je jezelf zeer goed moet kennen. Hè. Waar ben je goed in? Waar krijg je energie van? Wat zijn je grenzen? Wat is de context die bij jou past? Wanneer ga je het gevoel hebben dat je zinvol bezig bent? En dan op zoek gaan naar een functie, een omgeving, een onderneming die daaraan voldoet. Dus het is een beetje de dingen omdraaien in plaats van in de krant of op internet te kijken wat is er allemaal beschikbaar. Ga je vanuit jezelf vertrekken en op zoek gaan naar iets dat bij jou past. Wat ik vandaag zie is dat het aantal burn-outs sterk toeneemt. En burn-out betekent energieverlies. Je bent opgebrand. Ik wil mijn steentje ertoe bijdragen om dat te voorkomen. Door in bedrijven in te zetten op talenten. Mensen ertoe aan te moedigen vooral bezig te zijn met die dingen waar ze energie van krijgen. En niet met zaken die energie vreten. Zodanig als ze thuiskomen dat ze nog veel energie over hebben om andere dingen te doen. Dat is hetgeen dat ik wil realiseren. Het is een beetje de vraag van ga je zelf kapitein van je leven zijn en zelf keuzes maken in functie van wat wil ik echt? Ga je in op aanbiedingen die op je pad komen, ook al zeg je ja, het is niet helemaal mijn ding, maar bon, ik ga het toch maar nemen. En natuurlijk, vaak is het een combinatie van de twee. Hè. Maar voor mij moet er toch altijd een zeker percentage zijn dat je zegt van oké, die job voor 80-90% is dat echt wel mijn ding. En daar zitten wel een aantal zaken in die ik wat met minder plezier doe, maar ik denk dat we dat allemaal hebben. Maar de verhouding moet goed zitten. Als het omgedraaid is, dan is het toch wel een ander verhaal. En er is al onderzoek naar gebeurd. Hè. Men heeft aan 1,7 miljoen mensen in 63 landen de vraag gesteld van kan jij elke dag doen in je werk datgene waar je het best in bent? Slechts 20% hebben daar positief op geantwoord, hè. Stel je voor. Dat is beangstigend. Anderzijds is dat ook goed nieuws, want dat betekent dat bedrijven niet op zoek moeten gaan extern naar talenten. Als ze naar binnen kijken, dan breken ze bijna hun nek over al die onbenutte talenten die er aanwezig zijn. Dus daar wil ik mijn steentje aan bijdragen om dat percentage fors naar boven te halen. Dat is ook hetgeen dat ondernemers erbij te winnen hebben. Stel je voor dat je dat percentage kan verdubbelen of verviervoudigen. Dat niet 8 op 10 medewerkers zeggen, ja, ik zit hier eigenlijk toch niet helemaal op mijn plek, maar omgedraaid. Hè. De 8 op 10 zeggen, wauw, dit is echt mijn ding. Hier kan ik echt ten volle mezelf in uitleven. Hier krijg ik energie van. Daar wil ik mijn steentje aan bijdragen. Ja.